We spreken met de demissionaire wethouder Marcel Thijssen uh, over quickscan windenergie. Uh, Marcel heeft Wich een kansrijke locatie voor windenergie. Uh, dat moesten jullie van de provincie gaan bekijken. En uh, ja, je praat tenslotte toch over zo'n molen die uh, 180 meter hoog is. Ja, en dan ook nog een Wiek heeft. Hè? 180 meter is dan de hoogste top. De nok. Um, ja, de raad heeft opdracht gegeven om mee te doen aan die scan. Heel veel keus hadden ze in principe niet. Want de provincie die, uh, heeft een energieakkoord gesloten met het Rijk. En heeft gezegd, we gaan zoveel megawatt in onze provincie opwekken via windenergie. En alle gemeenten die uh, doen mee. Als ze dat niet vrijwillig doen, dan verplicht. Toen heeft onze gemeenteraad gezegd, nou laten we dan zelf aan de lead zijn en een paar locaties onderzoeken. De A50, Bijsterhuizen... En de Berendonk. Nou, de resultaten daarvan zijn er nu. Eh, waaruit blijkt dat de Berendonk geen geschikte locatie is. Um, Bijsterhuizen is een reservelocatie. Daar zit ook nogal wat haken en ogen aan. En langs de A50 zijn twee locaties die um, de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Dus, wanneer komen jullie erop terug? Zoals u in de inleiding zei, zijn wij nou demissionair. Ben ik demissionair wethouder? Dat betekent dat we geen uh, grote beslissingen mogen nemen. Uh, de nieuwe wethouderskandidaat uh, die zal straks het besluit moeten gaan nemen. En ik verwacht dat over twee, drie maanden dit een heel actueel dossier is, uh, waar we de voor- en tegenstanders uitgebreid aan het woord gaan laten.